Goedendag allemaal en welkom wederom bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Mijn naam is Arnold de Gans en ik neem jullie graag een stukje mee op mijn ontdekkingsreis door de wonderbaarlijke wereld van Warhammer. Onder deze video vinden jullie linkjes naar winkels waarmee ik samenwerk en als jullie iets bestellen via die linkjes, ondersteunen jullie dit kanaal. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Vandaag ga ik het hebben over White Dwarf 505 en White Dwarf 506. Toen ik mijn abonnement verlengde voor mijn White Dwarf, had ik even niet in de gaten dat ik het afleveradres had laten staan op de Warhammer winkel in Amersfoort. Hier woon ik niet, hier is de winkel van Warhammer in Amersfoort. Omdat ik, als ik wat kleinere dingetjes wil hebben, zoals beestjes of wat dan ook, ja, dan bestel ik die gewoon bij Games Workshop. En laat ik ze daar bezorgen. Dan heb je niks te maken met die minimale 50 euro verzendkosten. 50 euro voordat je verzendkosten kwijt bent. Dus toen ik thuis kwam na mijn vakantie, verwachtte ik eigenlijk 505 op de mat te vinden. Helaas, pindakaas. Niks. Nou, het duurde niet lang voordat ik door had dat ik iets vergeten was. Maar toen was blijkbaar het novembernummer ook al helemaal in de pijplijn. Dus ik ben ze allebei opwezen halen. En ik doe nu gewoon een dubbel take, om het zo maar te zeggen. Van de White Dwarfs 505, 506. Welkom en kijk gezellig mee. Het oktobernummer staat uiteraard in het teken van Orcs, Orktober, noemt je 505. Een mooie ork aan de voorkant. Orktober. En ik vermoed dat er dan ook heel veel plaatjes in zullen staan van orks in alle vormen en maten. Of goblins in ieder geval. Wauw. Dat is gaaf gedaan. Ik heb hem hier ook staan. Maar zover ben ik nog niet. Goed. Oké, helemaal beweegbaar met magneetjes. Bijna hetzelfde, je ziet haast geen verschil. Daar moet nog wat aan gebeuren. Mooi hoor. Dan hebben we heel veel pagina's met de bunker. Ik ben nieuwsgierig wie daar echt wat mee doet. Ik niet zo gek veel. Maar het is wel erg interessant, denk ik. Als je het echt gevolgd hebt vanaf het begin. Stukje Warcry in de bunker. The basic training. Dat doen ze toch wel goed hoor. Als je een game wil leren van Games Workshop, dan is het een idee. Deze, of dit terrein, heb ik ook liggen. Dat heb ik apart losgekocht. Alleen ik wil eigenlijk dat het hele teken van de Skaven wil ik er niet in hebben. Dat is te bepalend voor de sfeer van het terreinstuk. Dus ik ga kijken of ik dat dicht kan proppen met iets en dan de lijntjes doortrekken zodat het wat minder prominent aanwezig is. Want nu is het echt wel een skeven terreinstuk en dat wil ik niet. Hetzelfde als je voorheen had dat je die kill team box had alleen voor orks.
Dat was ontzettend gaaf. Maar ik heb wel heel veel van die ork insignia zoals dit. Ik zal een fotootje maken. Zo'n ork ding. Moet een beetje eraf halen. Dan wordt het wat meer generiek. En dan kun je het gewoon makkelijker plaatsen. Dan is dat minder sturend, zeg maar, in de sfeer. Een beetje meer algemeen, zeg maar. Vind ik zelf gewoon mooier. Ja. Ooit, als ik maar een klein beetje in de buurt kom van die kwaliteit. Warzone Kalnath. Ik heb de rust niet in mijn donder om dit helemaal te gaan zitten lezen nu. Adeptus Rortus. Squix. Flesh versus Metal. Oh, wow. Het is gewoon één orka-army. Ik zie je metaal en ik denk, oh, wacht even. Maar het is allemaal orks. White boys and the lads. Ja. 1000 punten leger. Jeetje, het heeft veel modelletjes nodig voor 1000 punten, joh. Oké. Okay. Nou, voorbeeld van een terrein. Deployment zone. Zo geinig zien hoe ze dat gedaan hebben. Alleen wel een bruin, hè? Het is wel heel erg muted qua kleur. Nou, dit staat wel het terrein waar ik het over had. Hoewel dit weer homemade lijkt. Ik ken deze niet van een Games Workshop terrein. Nou. Orcs is de winnaar. Ja, dat verbaast me niks. The Great Warg. Nou, we vermoeden dat in het oktobernummer wel heel veel orks zouden staan. Dat komt wel redelijk uit. Nou, dat zal niemand verbazen. De nieuwe Skaven. ...39 Years of Vermindom. De hele geschiedenis van de Skaven. Cool. Dat is wel gaaf. Het zijn wel ontzettend mooie modelletjes, hoor. Ja, dat. Horus Heresy nog even erin. Black Library stukje. En toen kwam ik achterin dit tegen. Wat heb ik hier liggen?
In het verleden heeft Kane's Workshop in de White Dwarf al meerdere achtergrondjes gedaan die je kan gebruiken voor fotograferen. Qua kleur is deze wel redelijk hetzelfde, andere tekening. Mooie lucht. Alleen het waren allemaal enkelzijdige platen. Ze hebben nu gewoon twee. Dus als je je modelletjes tegen een leuke achtergrond wil fotograferen. White Dwarf 505 geeft je gewoon gelijk twee leuke achtergrondjes. Dus, iets om te onthouden. Nou, dan hebben we weer een mission, nummer 16 alweer. En dat is 505. Dan gaan we verder met 506. Het novembernummer 506 kwam in een feestverpakking. Buiten de White Dwarf zitten er ook Stratagem cards in deze verpakking. De War Scroll card voor White Dwarf. En weer een mooie code voor Tacticus. Om een character erbij te pakken. Verder een heel stuk over de bunker. Of het bunkersegment, zeg maar. En een stukje over gewone Warhammer. Heel veel over Age of Sigmar. En Armors of the Old World. We gaan even kijken. Nummer 506. Heel veel extra dingetjes erin. We lopen richting de kerst. Dus we gaan allemaal wat cadeautjes krijgen. Planet Warhammer. White Dwarf needs you. We want to expand our readers' content, and to do this, we need you. If you would like to contribute to the pages of White Dwarf, these are the sort of things we're after. Pictures. Wat wil je vertellen? Oké. Nou, als je content denkt te kunnen leveren aan ze, mail ze naar team@whitedwarf.co.uk. Cool. Oké. Dat is wel weer een hele kleurrijke tekles. Ask Grombrindel. Middle Earth. A Warhammer Club made for you. The Bunker. Necrons. Yep. Nou, een heel stukje. Bij de bunker. Er zat ook weer een Mission 17 zat er inmiddels bij. Wel 17 delen. Ja, ik doe er niks mee. Starting from a light undercoat. Verschillende varianten. En starting from a dark undercoat. Cool. Dit vind ik zo bijzonder, hè? Die met een paar zwarte lijntjes het helemaal cartoony kan laten lijken. Gaaf gedaan.
Curve 2024. De bingo. Ja. Cauldron of War. Additional mission rules. Okay. Weer een goed gevuld White Dwarf nummer. Oh, tik tegen het cameraatje aan. Ja, dat bedoelde ik de vorige keer, hè? Dat wel ontzettend skevenachtig image geeft. Ook al speel je met andere legers, ja, skeven is gelijk weer op jouw battlefield. Dat vind ik gewoon jammer. Dat ga ik proberen weg te werken. Dat is het idee. Misschien wel weer een leuk videootje in de toekomst. Army of the Renown. Ja, voor die White Dwarf heb ik volgens mij, ja, Grombrindal de White Dwarf, een Legends War Scroll. Die zit hier ook in. Als je er ooit mee wil spelen, dan heb je hier gewoon War Scroll ervoor. Voor deze heb ik dat ook. De Grand Necromystic Legends War Scroll. Zit hier ook in. Deze White Dwarf blijft leuke dingetjes geven. Verftipjes van de heavy metal. Uiteraard weer heel veel skeven, want dat is de nieuwe flavor of the town, hè. Bray and Bone. Nieuwe skeletjes. Nou, we hebben weer een White Dwarf doorgebladerd. Ik hoop dat het een beetje een indruk gegeven heeft van wat ze hebben erin staan. Wat ze erin hebben staan. Dan weten jullie of je hem nog wil gaan halen. Ik heb geen idee of Mini Hobby of Games Lamar de oude versies nog op voorraad hebben. De 505 en de 506. Maar dit was ook weer een hele leuke. Nou, er zat in ieder geval karton bij, om het zo maar te zeggen. Die twee War Scrolls en Universal Weapon Abilities en andere informatie. Er zaten ook Stratagem cards bij. Treacherous Offense, Treacherous Folly, Desperate Folly, Break Alliance, Bargain, Proffer Alliance. En weer scorekaartjes. En Get Isabella Mariken. Ja. Sister of the Orders Hospitaller.
wie het heeft, die heeft hem. Mensen, dat was het. Dat is 505 en 506. En nou, tot de volgende keer. Groetjes. Hoi hoi. Thank you.